Deze buurtbewoonster is ervan overtuigd dat haar zoon afgelopen zaterdagavond een belangrijke getuige is geworden in deze vreselijke zaak van dierenmishandeling. Er werden zaterdagavond 3 hennen en een haan op afgrijzelijke wijze gedood. En dat was al de 2e keer op deze kinderboerderij. Mijn zoon was met een vriendje en zij zagen dat er iemand voor de kinderboerderij stond. Dat kan je zien vanaf het fietspad. En die maakte schoppende en slaande bewegingen. En ze hoorden daarbij veel lawaai van kippen en even later was het stil. Dus ze hadden het vermoeden dat de dieren doodgemaakt werden op dat moment. De politie neemt de melding serieus, maar wil graag nog meer informatie van mensen die iets verdachts hebben gezien bij de kinderboerderijen. De medewerkers zouden maar al te blij zijn als de zaak wordt opgelost. Bij Oranjebond zorgen de jongeren van zorgboerderij Kobus voor de dieren. De dood van de kippen bezorgt hen veel verdriet. Die dieren dus hun leven, daar zetten ze hart en ziel voor in elke dag. En als ze dan voor de 2e keer een kippen dood aantreffen, ja, is dat een hard gelag voor hun. En dat geeft ze hun verdriet. En ze snappen het ook niet. Er zijn natuurlijk kinderen met een beperking. Komt het dubbel hard aan. Niet alleen bij dierenweide Oranjebond zijn dieren met veel geweld gedood. Dat gebeurde ook bij de kinderboerderij De Larix en de Hofstede. Op de Pittelstee werden vorig weekend 4 eendjes doodgeslagen en konijnenhokken in brand gestoken. Er is inmiddels een forse beloning uitgeloofd voor de gouden tip. Ja, naar aanleiding van de uitzending van vorige week van jullie is er een bedrijf uit Rotterdam. Die was zo verontwaardigd, die eigenaar, dat hij €2500 beschikbaar gesteld voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de dader of daders. Totdat de dader of daders zijn gevonden, zijn de medewerkers en vrijwilligers van de kinderboerderijen extra alert. Ja, het eerste wat ik dacht was, dan moeten we gaan een hele serie camera's ophangen. Want natuurlijk moet je kijken naar de sloten, dat gebeurt ook. En nieuwe hangsloten erop. Maar ja, als iemand kwaad wil, dan kan die ook zo weer pakken. Dus het gaat er toch om dat die persoon gepakt wordt die dit doet.